Hij zegt, vergis je niet, je hebt een verantwoordelijkheid. En hij keek me zo aan als een soort grote broer. Van, je bent een verhalenverteller. Net zoals een kok een verantwoordelijkheid heeft, weet je wel, voor zijn gasten, heb jij dat ook als acteur? Ja. Dus dat is heel belangrijk. En dat is me altijd bijgebleven. Dus ja, als je mij vraagt, hoe zie ik mezelf? Ik vind het belangrijk dat ik ook rekening hou met mijn publiek.